Nicky Brouwer en John Nieuwenburg zijn er niet bij de ploeg van Blok. En Nieuwlaat niet fit genoeg om te beginnen. Hij zit op de bank. Scheveningen in die openingsfase. We deden al een goede kans, zeg. Lorenzo Scheffer inzet strand op de benen van Jody van den Berg. De doelverdediger van de ploeg uit Rijssen, die het moeilijk heeft. Beoogd voor het linker rijtje. Goede selectie. Maar één na laatste met slechts 4 punten. Dus is het in Rijssen niet echt rustig meer rondom de trainer. Dat heb je altijd, hè? Oh, dit is een rollertje. Ja, zo kan de keeper er wel een paar hebben. We zitten op houtrust, nog niet op het puntje van onze stoel. Dit lijkt misschien aardig te kunnen. Nu de achterlijn halen. De scheidsrechter heeft een overtreding gezien. Vrije trap. En voor de goal langs. Het zijn plaagstootjes, spel de prikjes niet meer dan dat. Tim Peters was de man overigens die voor langs kopte. Overgekomen van IJsselmeervogels. Excelsior 31. In de buurt van Beeldsnijder voor het eerst. Simpele prooi voor de doelman van Scheveningen. Af en toe een zonnetje. Nu nog hartverwarmend voetbal. Tweede helft. Het resulteert niet echt in een kans. Het zal geonweerd hebben in beide kleedkamers, want de eerste helft was niet goed. Van beide ploegen niet. Voskade met de ingooi. Krijgt die bal dan terug. Houdt goed het overzicht. En dan is dit toch een soort van, nou noem het maar, besluiteloosheid. Hunting naar de zijkant. Aldogan. Op kracht. Komt zijn tegenstander niet voorbij. Houdt er wel een corner aan over. Nieuw late invaller. Oh, wat een goede redding van die doelverdediger, zeg. Van den Berg. Goeie parade van die keeper van Excelsior 31. De kans voor Scheveningen om de score te openen. Blijft onbenut. En daar is de counter. Daar is... Oh, Beeldsnijder, vergeet de bal. Nou, Tillema kan vooralsnog voor opruiming zorgen. Althans, zo lijkt het. Terug naar de keeper. En weg. Ja. De Rijssenaren krijgen steeds meer geloof. Steeds meer. Voor Schuyler weer. Goeie speler. Daar is de kans. Nou. Best is het allemaal niet. Maar de spanning vergoedt best veel. Aldogan. Goed, de zijkanten gezocht. De voorzet komt. Is daar de kans? Auw, dit is gevaarlijk spel. Jongen. Lubbers maakt de overtreding. En Scheveningen de vrije trap. Indirect, in het 16 meter gebied. De muur op de doellijn. Lastig. Gevaar nog niet geweken. Het kan nog steeds in de schietend, want die is geopend. Nou. Hier had Scheveningen misschien wel meer mee moeten doen. Buitenkantje. Oh, een andermaal een overtreding. Oh! Goeie vrije trap van Ros en goed gekiept ook. Het was niet Ros, maar Pronk die trapte. En zo houdt die doelman van den Berg zijn ploeg in de wedstrijd. Goed balletje dit. Oh, wat een kans. Vlak voor tijd. Het gebeurt. Het overkomt de ploeg van Blok. Jongen. Dennis. Mamoudov. Ja. Ja, zij vieren feest. Ik kan me er iets bij voorstellen. En hij is niet tevreden. Scheveningen maakt niet echt een vuist. En kan het dan nog? Zit er nog een puntje in? Van den Berg klemvast. Scheveningen verliest in eigen huis met 1-0 van Excelsior 31. En zo loopt de ploeg van John Blok in de slotfase dus averij op en verliest het van Excelsior 31. In een matig duel. Ben je het met me eens, John Blok? Ja, dat druk je toch netjes uit. Komt dat, dat het zo slecht was? Ja, als we dat zouden weten, Willem, dan zouden we er vooraf al wat over zeggen. Maar ik vond het van beide kanten heel matig en dat zal ook wel met het veld te maken hebben, hoor, wat niet best was.
Maar goed, dat mag nooit een excuus zijn, denk ik. En ondanks dat wij niet best speelden, denk ik dat je gewoon 300-400% kansen krijgt om de wedstrijd te beslissen. Van de 1-0 naar 59 seconden, ja, dan speel je een heel andere wedstrijd, denk ik. Ja, maar je verliest hem en je had goede zaken kunnen doen, hè? Ja, ja goed, kunnen, daar hebben we niet zoveel aan op dit moment. Het feit is gewoon dat je hem verliest. We nemen het laatste half uur nog wat risico door een extra spits bij te zetten. Moeten we geen drie keer achter elkaar willen gelijk spelen, dat schiet niet zo erg op. Ja, en dan krijg je de laatste fase waar we denk ik toch wat last krijgen van afgelopen dinsdag en het niet allemaal weer aan konden lopen. Dan krijg je toch een ontdeksel op je neus.